KV Mechelen kreeg Zulte Waregem op visite in het AFAS-stadion. En de thuisploeg begint vinnigaan de wedstrijd. Een schot van Bongaerts wijkt af en wordt gepakt door Seijnaven. SFV doet wel mee, maar KV zorgt voor het meeste concreet gevaar. Op het kwartier kan Van Henterijk na een mooie dubbelpas met Skevenels aanleggen, maar ze schiet onbesuisd over. Iets voor het half uur is Piren aan de beurt. Na een mooi uitgesponnen actie, mooie aanval ook, tot daar gaat alles goed. Maar de afwerking laat de wensen over en ook haar poging gaat uiteindelijk hoog over. Zulte Waregem herstelt intussen het evenwicht en steekt een eerste keer de neus aan het venster via Awuzi, die aanneemt met de linker en uithaalt met de rechter, maar ze vindt Bakarne op haar weg. Een paar minuten later is het wel raak, als de zeer bedrijvige Bloementaal diep wordt gestuurd en de 0-1 op het scorebord zet. Dat is ook de ruststand. KV Mechelen staat misschien wat onverdiend achter, maar blijft niet bij de pakken zitten. Corbeels schiet in het begin van de tweede helft van ver op de lat. Iets voor het uur helpt de thuisploeg tegenstander Zulte Waregem. Bakarne ontzet slecht in de voeten van Imani Pre. Die twijfelt niet en lepelt de bal mooi in de verste hoek. 0-2. En op die manier wordt dit een moeilijk verhaal voor Maliwa. Even na het uur mogen de Mechelse boeken helemaal toe als Piren tegenstander Adewuzi aanspeelt. Die is erg sterk en bedankt met een knal voorbij Bakarne. 0-3. Zulte Waregem doet het efficiënt, maar moet ook Maliwa bedanken voor de mooie cadeaus. KV Mechelen speelde zeker niet slecht, maar benutte de kansen die het wel creëerde niet. Zulte Waregem pakt een knappe driepunter en had zijn huiswerk dus goed gemaakt. Ik denk dat dat misschien wel wat kort door de bocht is in die zin dat je elke wedstrijd wel goed probeert voor te bereiden. Maar dat we misschien ook wel moeten durven toegeven dat we het eerste half uur een heel lastig half uur gehad hebben. En dat we dan mentaal heel sterk waren om ons daarover te zetten. En ik denk dat we na de 1-0 die voor ons een beetje uit de lucht viel, wel de wedstrijd in handen genomen hebben. Ontevreden is de Mechelse trainer niet, maar hij heeft ook gezien waar het misliep. Het zag er langer dan de eerste helft goed uit. Het is jammer dat je de wedstrijd op deze manier uit handen geeft. Want uiteindelijk verlies je vandaag maar van één ploeg en dat is van jezelf. Door de keuzes die je op bepaalde momenten maakt. Waardoor dat zij drie keer kunnen scoren uit een halve kans eigenlijk. Het was een leuke partij met twee leuke ploegen die wilden voetballen. De ene was efficiënt, de andere was dominant. Ik ben blij dat wij de dominanten waren. Het efficiënte zal dan hopelijk de komende weken wel komen. Maar het is zuur dat je op deze manier gewoon drie punten uit handen geeft. Want die zaten er zeker, en zeker ook na de eerste helft, wel heel lang in.